Internationaal wordt het werk dat de vrijwilligers verzetten morgen 5 december erkend. De Internationale Dag van Vrijwilligers werd in 1985 door de VN in het leven geroepen. Het thema voor dit jaar is Samen blijven schitteren. Vrijwilliger Johannes Damodar Patak, die zijn krachten geeft aan diverse organisaties, zegt dat vanwege de COVID-19-pandemie er een grotere vraag is ontstaan naar vrijwilligers. Hij wijst erop dat we in Suriname naast de COVID-pandemie ook kampen met een economische crisis. Daardoor nemen de noden in de samenleving steeds meer toe. Waardoor de druk eigenlijk op stichtingen, sociale stichtingen ook groter is geworden. Dus het is sowieso een uitdaging om eigenlijk iedereen proberen te helpen waar je kan. Maar het is altijd wikken en wegen, want je bent ook afhankelijk van middelen die je hebt, waaronder financiële middelen, goederen. Dus het is helemaal afhankelijk van, we zijn ook afhankelijk van die samenleving, kan je zeggen. Vrijwilligerswerk is voor mij eigenlijk het moment waar ik mezelf terugtrek van mijn drukke leven, waarbij ik non-stop werk. En dan zeg ik van oké, zo'n dag zet ik me in voor mijn medemens. En dan dat is het moment dat, waar ik zeg van ja, ik krijg voldoening, ik geef terug. Damodar Patak is blij dat het werk van vrijwilligers gewaardeerd wordt met deze speciale dag. Hoewel vrijwilligers volgens hem niet om erkenning vragen, is het wel een duw in de rug. Erkenning is natuurlijk altijd goed. Ik ben blij dat er één keer per jaar stil wordt gestaan bij het werk dat alle vrijwilligers over de hele wereld verrichten. En ja, ik ben blij dat je verlangt er niet naar, zeker niet, maar het feit dat er aandacht wordt besteed aan ons, ja, zegt wel iets dat we goed bezig zijn. Damodar Patak zegt dat mensen en dieren in nood hem drijven om vrijwilligerswerk te doen. Hij bedankt alle vrijwilligers voor het werk dat ze doen, maar zegt dat er nog altijd vrijwilligers nodig zijn om noden in de samenleving te verhelpen. Ja.